Ja, dat is een goede vraag voor jou. Wie gaat naar dat stoeltje van Daniel Ricciardo vullen bij McLaren? Ik denk... Aanstaande zondag om 10 uur in de ochtend is het weer tijd voor een gloednieuwe Goedemorgen GP-fans. Uiteraard gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Canada, maar hebben we ook weer hele toffe gasten. Zoals ex-Formule 1-coureur Romain Grosjean, Porsche Supercup-coureur Luke Hartog, Jack Ploy. Ja, bij ons aan tafel Asian Formule 3-kampioen Joey Aldus. Om alvast een klein voorproefje van de show te krijgen, hebben we een stukje van het interview met Jack Ploy voor je klaarstaan. Ja, hier hebben we het over of hij denkt dat het klaar is met Daniel Ricciardo. Is dat klaar naar dit jaar, denk je? Of... Ja, ik denk het wel. Hij heeft officieel nog een contract. En dat zegt zijn teambaas ook, om het team te beschermen. Hartstikke goed. Doet hij heel goed. Want een rijder wordt er niet beter van als je hem uitscheldt. Een rijder wordt er niet beter van als wij met z'n allen gaan roepen dat hij moet stoppen. Dan gaat hij echt niet beter van rijden. Dat is niet fijn. Dus Seidel, teambaas McLaren, doet dat goed door hem te beschermen. En te zeggen, joh, we hebben nog een contract. We gaan er samen nog het beste van maken. Maar daar staat weer net iemand boven. Zack Brown, en die kan gewoon zeggen, joh, er staat ook in het contract dat jij beter had moeten zijn dan Norris, en dat ben je niet. Ja, en die heeft ook al wel in de media het een en ander geroepen. Ja, ja, en waarschijnlijk is dat ook niet heel handig geweest, maar ook Zack Brown is een raceliefhebber, is geen politicus. Die zegt ook een beetje gauw wat hij denkt. En dat had hij misschien even niet moeten doen. En wie komt er dan in dat stoeltje? Als die ja, dat is een goede vraag voor jou. Wie gaat nou dat stoeltje van Daniel Ricciardo opvullen bij McLaren? Ik denk Herta. Uit Amerika, want er is natuurlijk heel veel connectie tussen het team van McLaren en Amerika. Dus ik denk dat Herta dat wel eens zou kunnen gaan doen. Anderen roepen dus Gasly, hè, wat jij net vroeg. Zou Gasly daar niet naartoe kunnen? Maar ik denk dat Gasly en Norris te veel concurrenten zijn voor hetzelfde doel. Met een jonge rijder wereldkampioenschappen binnenhalen. Dus ik denk dat ze een onervaren Amerikaan ernaast gaan zetten. Die de markt van Amerika, hè, we krijgen nu al 3 races in Amerika. Wellicht worden het er wel 4. Dus ik denk dat... Dat wel een hele goede optie is om dat naast Lando te zetten. En is Daniel dan klaar of gaat hij ook nog even naar een andere... Daniel gaat DTM doen, Le Mans. Die gaat andere dingen doen. Dus die is na dit seizoen klaar? Ik denk dat hij klaar is met Formule 1. Helaas, hè, hoe leuk ik hem ook vind en hoe aardig ik hem ook vind en hoe goed hij ook was. Maar hij zit gewoon in een negatieve spiraal op dit moment. Ja, al een tijdje eigenlijk. Ja, de auto, de nieuwe auto past hem al helemaal niet. Vindt hij helemaal niet fijn. En Latifi dan? Die is ook wel klaar toch, of niet? Ik heb ook weer genoten van hem, hoor. Huh? Jongen, jongen, jongen. Hoe moeilijk is dat, hè? Als jij ouders heel veel centjes in een raceteam stoppen en het gaat niet goed met je. Wanneer ben je nou zelf nou eens een keer verstandig om te zeggen... Jongens, zou ik niet lekker gaan golfen of zo? Dat zit je op een beetje op te wachten eigenlijk. Ik ga wat anders doen. Geef het stoeltje maar in iemand die met weltalent is. Nick de Vries. Hoe graag zou die dat stoeltje niet willen? Wat vind je van de Vries? Want hij is de laatste ook een paar keer in de Nederlandse media. Ja, hij staat flink onder druk. Maar dat is ook helaas een beetje waar. Hey, als je kijkt naar de resultaten van Nick in de Formule 2 bijvoorbeeld. Heel goed, hè? Kwalificeren, prima. Doet goed zijn taken. Is technisch zeer goed op de hoogte. Vanwege zijn kartverleden. Fantastisch. Alleen Nick heeft ongelooflijk moeite om met zijn banden om te gaan. Weet je, 13 seconden voor. Hartstikke idee. Banden naar de galamiezen. En daar gaan we weer. En dan kun je zeggen, ja, dat ligt aan de auto. Of dat ligt aan... Maar iedereen wijst toch een beetje in de richting van... Nick heeft een kans gekregen bij McLaren. Zat hij heel goed in het team. Maar hij zit niet in die Formule 1-auto. Waarom niet? Daar zijn ook redenen voor. Ja. En dat is de politiek niet naar buiten gebracht. Dat hij niet goed genoeg zou zijn. Want dat ga je ook weer niet roepen. Dat is lullig, want dan is die jongen zijn carrière meteen over. Maar er zijn natuurlijk genoeg redenen op te noemen... waarom wij denken dat Nick niet... In een topteam bij Mercedes terechtkomt. Hij mag het laten zien, hè? Hij kan ons allemaal de mond snoeren. Door er komt nog een keer een vrije training dat hij bij Mercedes in die auto zit. Nou, laat het dan maar zien. Wees dan maar net zo snel als Russell. Is hij inmiddels ook niet een beetje te oud om nog... Ja, ook leeftijd speelt een hele grote rol. Ja. Hij is 27. 27, ja. Dat is vrij oud om binnen te komen in de Formule 1. Ja. Ja, maar goed, als je dan in de geschiedenis van de Formule 1 kijkt. Ik meen zelfs, maar het is een beetje gemeen misschien, want daar gaan we wel heel veel terug. Ik geloof dat Fangio ook pas op de 48ste in een goed team terecht. Dus... Maar ja, goed, dat is heel lang geleden. Maar goed, misschien zijn wij wel te kritisch. Nick heeft natuurlijk wel een ongelooflijk voordeel. Is dat hij heel goed simcoureur is. En dat speelt tegenwoordig ook een hele belangrijke rol. Als je kijkt naar Lando en naar Albon. Dus hij heeft heel veel voordelen. Maar een paar nadeeltjes die misschien zwaarder wegen dan al die voordelen. Ja, dat moeten we maar even zien. Maar hij moet die kans gewoon pakken bij Mercedes. Hij mag nog een keer een vrije training rijden. En dan moet hij het laten zien. Dan moet hij echt alle knoppen op groen. En laat het maar zien. En dat kan de doorslag geven, denk ik? Ja, ik denk wel. Dat kan hem enorm helpen. Absoluut. Want ze zitten natuurlijk bij Williams ook van... Wat moeten we? Ja, aanstaande zondag dus om 10 uur in de ochtend. Goedemorgen GP-fans. Wil je dat niet missen? Nou, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Of volg ons op TikTok.
of kijk 10 uur in de ochtend op gpfans.com. Zie ik je dan. Hoi.